Beste RockRail gebruiker, in deze video laat ik zien hoe ik mijn schaduwstation heb ingericht en hoe deze via de klimspiraal of helix verbonden is met mijn hoofdbaan. Net als in al mijn andere video's is dit gebaseerd op mijn persoonlijke voorkeur en kennis van RockRail en is dit niet maatgevend. Hier zie je de weergave van mijn schaduwstation. Linksboven zie je de neergaande spiraal van de helix weergegeven. Deze spiraal bestaat uit 5 blokken, waarbij het eerste blok op het tabblad hoofdlijn is weergegeven. Dat zie je hier. Via de connector 20 is de neergaande spiraal met de hoofdlijn verbonden. Linksonder zie je de opgaande spiraal. Deze bestaat ook uit 5 blokken, waarbij het laatste blok op het tabblad hoofdlijn is weergegeven. Zo kan ik altijd zien welke trein er aankomt. Via de connector 21 is de opgaande spiraal met de hoofdlijn verbonden. Dat zie je hier. Hoewel de klimspiraal in werkelijkheid natuurlijk rondloopt, maakt het voor RockRail niet uit hoe ik dit weergeef als ik de blokken maar achter elkaar zet en met elkaar verbind, zodat de router er rijwegen van kan maken. Het schaduwstation bestaat uit 7 sporen en in totaal 31 blokken. Elk blok begint met de aanduiding N0. Dat staat voor niveau 0. Zoals je ziet gebruik ik maar 1 melder per blok. Dat betekent dus dat ik bij de blokeigenschappen op het tabblad rijwegen al deze melder handmatig als Enter to In moet aangeven. En dat zie je dus hier. Dat geldt ook voor de klimspiraal. Natuurlijk kun je ook prima 2 melders per blok gebruiken, maar dit voldoet voor mij prima, aangezien de locomotieven steeds dezelfde kant op rijden in het schaduwstation en ze bijvoorbeeld niet te hoeven leren remmen. De buitenste 4 sporen zijn bestemd voor goederentreinen. De binnenste 3 zijn voor personentreinen. Ik heb mijn locomotieven en treinstellen verdeeld in 2 zogenaamde klassen. Die klassen kun je zelf bedenken en dat vul je in bij lokeigenschappen. En dan op het tabblad details in het veld klassen. Zo heb ik de klasse personen voor personentreinen bedacht. En deze BR146 is van de klasse PSN. En ik heb de klasse GDN, goederentreinen, bedacht voor bijvoorbeeld deze BR182. Deze klasse gebruik ik om de locomotieven bij binnenkomst in het schaduwstation over de sporen te verdelen. Dat heb ik aangegeven bij de blokeigenschappen. En dan het tabblad toestemmingen in het veld klasse. In blok niveau 001 mogen alleen locomotieven van de klasse GDN binnenrijden. Dat geldt ook voor de blokken 6, 11 en 16. In blok 20 mogen alleen locomotieven van de klasse PSN binnenrijden. Dat geldt ook voor de blokken 24 en 28. Meerdere klassen in één blok toelaten is ook mogelijk door dit gescheiden door een komma in te voeren. Bijvoorbeeld, als ik hier komma GDN achter zet, dan mogen ook locomotieven van de klasse GDN dit blok binnenrijden. Let op dat je achter de komma geen spaties gebruikt. Ik haal dit weer weg, want ik wil dat er alleen locomotieven van de klasse PSN binnenrijden. De BR182 is van de klasse GDN en komt dus alleen binnen op de blokken 1, 6, 11 of 16. De BR146.5 is van de klasse PSN en komt alleen binnen op de blokken 20, 24 of 28. De blokken bij de uitgang heb ik toegevoegd aan een locatie.
Deze blokken heb ik in een bepaalde volgorde aangebracht. Bij het opstarten vertrekt er eerst een lok uit blok 5 en dan uit blok 10. Dit zijn dus goederentreinen. Dan vertrekt er een lok uit blok 23, dit is een personentrein, en vervolgens afwisselend blok 15, 27, 19 en als laatste 31. Daarna is het afhankelijk van hoe de locatie weer opgevuld wordt. Ik heb namelijk op het tabblad details aangegeven dat er minimaal één lok in de locatie moet staan en dat ze vertrekken volgens first in, first out. Als blok 5 dus als eerste weer bezet is, mag deze ook als eerste weer vertrekken. Bij elk blok in de uitgang heb ik een symbool toegevoegd dat de status van het blok weergeeft. Dit symbool dat vind je in spoorplan bewerkscherm onder seinen als laatste symbool, blokstatus. Als je het symbool op het baanplan hebt geplaatst, moet je hem bij blokeigenschappen op het tabblad seinen toevoegen als status sein. De beschrijving van dit statussymbool vind je terug in de wiki en ik zal de hyperlink naar deze pagina opnemen in deze video. Daarnaast heb ik twee acties toegevoegd. De bovenste actie zet de optie first in first out van het schaduwstation uit en weer aan. De tweede actie sluit het blok Helix 01 up of opent dit blok weer, zodat ik zelf kan bepalen wanneer de treinen in het schaduwstation blijven stilstaan. Ik heb de treinen klaargezet in de uitgang van het schaduwstation. Ik zet de automode aan en ik start alle locomotieven virtueel. Zodra ik de opdracht geef om alle loks te starten, zie je dat de status van elk blok verandert. En zoals je ziet, vertrekken de locomotieven keurig in de volgorde zoals ik heb aangegeven bij de locatie. Maar let op, dit werkt alleen bij de eerste start van je baan. Daarna is het afhankelijk van hoe de locomotieven weer binnenkomen. Als een trein een rondje heeft gemaakt op de hoofdlijn, komt hij weer terug in het schaduwstation volgens de verdeling die ik eerder heb uitgelegd. Zo komt de BR182 dus binnen in een van de blokken 1, 6, 11 of 16. En als de laatste trein is vertrokken, sluit ik de helix zodat alle treinen die binnenkomen moeten blijven staan. Wel, de lok die als eerste binnenkomt mag ook als eerste weer weg en in dit geval is dat de BR182. Maar omdat de helix gesloten is, kan deze locomotief niet vertrekken. De locomotief vindt geen bestemming en je ziet hier dus de letter W met een gele achtergrond. Ik heb de automode uitgezet en ik open de helix weer voor het volgende rondje. Wel, dat was het weer voor deze keer. Opmerkingen over de video graag op YouTube en voor vragen over de werking van Rockrail kun je terecht op het Rockrail Forum. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.